Hoog bezoek aanstaande donderdag. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bezoeken onze provincie in het kader van een zogenoemd streekbezoek. Eefje, wat gaat er gebeuren die dag? Nou, zoals je al zegt, Willem-Alexander en koningin Maxima die komen hier naartoe om te praten met bewoners, ondernemers en bestuurders. Het is een soort stage. Daar is het streekbezoek voor bedoeld. Het is dus geen Koningsdag, dus er komen geen optredens en allerlei spelletjes. Oké, dus we gaan niet koek happen. Wat gaan ze dan wel doen? Nou, ze gaan als eerste op bezoek. Ze gaan naar Urk. Dat is om 9:30 ochtends. Ze gaan eerst even naar het havenkantoor. En vervolgens wandelen ze daar door de haven. En dit is ook een moment dat je als toeschouwer de koning en de koningin gaat zien. Vervolgens gaan ze met de koninklijke bus door naar het maritiem onderwijscentrum. En daar zullen ze een aantal lessen bijwonen. En daarna gaat het alweer vlot richting het windpark Noordoostpolder, waar ze zullen spreken met een aantal initiatiefnemers. Rond het middaguur komen ze dan vervolgens aan in Nagelen. Daar gaan ze eerst naar het museum voor een rondleiding. En vervolgens lopen ze daar ook een route door het dorp. En daar kan je dus ook de koning en de koningin weer ontmoeten als je dat wil. Nou, de dag wordt afgesloten in Dronten. Daar gaan ze naar een bedrijf op een bedrijventerrein dat sla kweekt verticaal. En daar zullen ze spreken met een aantal Poolse arbeidsmigranten. De dag wordt afgesloten bij de meerpaal in Dronten. Daar zullen zij naar binnen wandelen. Ook daar op het plein kun je de koning en de koningin ontmoeten. En zij zullen daar een atelier bezoeken van verstandelijk gehandicapten die daar kunst maken. Nou, en dan is de dag alweer afgelopen. Ja. Speciale dag dus voor Urk, Nagelen en Dronten. Hoe staat het met de voorbereidingen? Nou, we hebben onze verslaggever Menno Hoeboer naar Nagelen gestuurd om eens te kijken hoe het daar gaat met de voorbereidingen. Het koninklijk paar komt hier aan in Nagelen bij het museum van Nagelen, het verhaal van het dorp. En dan worden ze opgevangen door de voorzitter van het museum, Anjo Geluk. Ja. Wat gaat u ze vertellen? Ik ga ze vertellen dat Nagelen een bijzonder dorp is en waarom het bijzonder is. Het verhaal wat hier buiten eigenlijk te zien is, dat vertellen we binnen middels een aantal foto's en verhalen en tekeningen. Nou, dit is dus het museum van Nagelen. Het koninklijk paar wordt hier naar binnen gebracht. En welk verhaal krijgen ze dan te horen van u? Het verhaal van het ontwerp van Nagelen, hoe het ontworpen is door 32 architecten die met elkaar in een collectief ontwerp Nagelen bedacht hebben op de tekentafel, van het begin tot het eind. Ze kregen een opdracht, zoveel woningen, zoveel winkels, enzovoort, enzovoort. En daarna ook de realisatie daarvan. Nu komen ze hier rond lunchtijd. Ja. Gaat u bammetjes smeren? Nee, dat zou ons dan gevraagd zijn. Als ze het zouden willen, doen we dat. Vliegen we even, als de wie de weer gaan, naar de supermarkt. En dan halen we wat lekkere broodjes. Dan hebben ze verse broodjes, croissantjes en plak je Hollandse kaas erop. Dat komt goed. Maar ik denk dat ze daar al in voorzien zijn in de bus. Na het bezoek aan het museum krijgen ze nog een rondje door het dorp, door de dorpsvoorzitter. En het is hier pas 3 maanden. Dorpsvoorzitter Simon Doornbos. Nou, welkom in Nagelen. Ja, dus u mag het koninklijk paar rondleiden door het dorp? Klopt, ja. Nou, rondleiden, ja. We gaan ze welkom heten natuurlijk. En we laten een stukje van het dorp zien. Zenuwachtig? Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar goed, het zijn ook gewone mensen. Gebeurt elke dag? Nou, nee, dat niet. Dus nee, we zijn zeer verheugd als dorp dat ze bij ons langskomen. Dus ja. Nou. Ja. En wel eens eerder een van de twee van dichtbij? Nee, eigenlijk niet. Nee. Dus in die zin voor het eerst voor mij. En wat u moet zeggen, wat aanspreektitels zijn? Ja, ik geloof majesteit. Majesteit en anders meneer en mevrouw, ik weet het niet. Maar we zien het wel. En als je dan een handje geeft, dan van die zweterige palmpjes. Ja. Ja, misschien hebben zij er ook wel last van. Dus ja, waarom niet? Ja. Maar het wordt een mooie dag. Het wordt een hartstikke mooie dag, ja. Ik hoop dat we er mooi weer bij hebben en dat we er een gezellige dag van maken. Nou ja, dat was Nagelen en morgen ga ik naar Urk om te kijken hoe het daar is met de voorbereidingen. Dat zie je natuurlijk 's avonds hier in Dit is Flevoland. Ja, en als je nou donderdag een mooie foto van het bezoek weet te schieten, dan kan je nog een mooi prijs winnen, hè? Ja, dat klopt. Wij zijn natuurlijk op zoek naar de mooiste foto. Heb je nou een mooie foto gemaakt, stuur hem dan op. Dan kun je €300 winnen. Als je een foto hebt gemaakt, mail hem dan naar nieuwsfoto@omroepflevoland.nl.